We zijn op Meadow Park in Boreham Wood, waar Ajax, de vrouwen van Ajax, gaan beginnen zometeen aan de tweede voorronde van de Champions League. En dat gaan ze dus doen op bezoek bij Arsenal. Perlova, Perlova met de eerste kans, een goed schot. Het werd dus een kans voor Perlova. Little, gehinderd door Perlova. Weerde, Grant. Spitsen, heeft het overzicht. Kan ook uithalen, spitsen. In de handen gemikt van Ziensberger. En zo komt het gevaar dus voorlopig in deze openingsfase van Ajax. Dat mag. Goed het lichaam gebruikt door Grant. Van der Most kan ze hem doorsteken op Leuchter. Vlag blijft laag. Bal kan terug naar Noordam. Steken. Goed. Grant. En bij de eerste paal. Ja, is het raak. Is het raak en komt Ajax op 1-0. Treffer van Romee Leuchter. Uitstekende aanval. En de vrouwen van Ajax leiden op bezoek bij Arsenal. In deze tweede voorronde Champions League. Uitstekende paas van Noordam. Leuchter, ja, je bent een spits of je bent het niet. Duikt uiteraard op bij de eerste paal. Daar waar je moet zijn. En zij rond die voorzet van Grant feilloos af. En bij Arsenal denken ze nog steeds aan buitenspel. Maar goed, niet gevlacht, niet gefloten. Aanval doorgetrokken en afgerond. Wat een goede goal. Oh, kop, ja. En naast gemikt door Blackstenius. Daar komt Ajax goed weg. En een kopkans voor Raffaele en een rebound. En daar is dan de gelijkmaker. 1-1. Nu faalt Blackstenius dus niet. En zo volgt dus de gelijkmaker na een kleine 25 minuten spelen. Arsenal 1, Ajax 1. Doorn. Waar kan ze hem kwijt? Hier bij Weerde. Richting Grant. Daar is de controle. De actie, nu het schot nog. Nee, loopt zich vast op Catley. Noordam redt het niet tegen Raffaele. Voorzet van Van der Most. Oh, bijna achterin zeg. Weerde bijna. In het midden al bijna die kopbal van Leuchter. Dat zijn eigenlijk twee kansen voor de prijs van één. Leuchter daar gemist. En Weerde steekt dan wellicht, ja, net te laat haar linkerbeen uit. Miedema. Catley. Nee, Welty met de paas. Miedema. Komt niet lekker uit voor het schot. Het levert dus geen gevaar op. Zo vlak voor de rust. Hier Van der Most en dan Miedema. Van links naar rechts, terug naar links. Perlova wint de bal bij Little. Achter Grant, hier is Noordam. Komt er nog een kans? Komt er nog een kans? Ja! Leuchter met de mogelijkheid. Ja, uithalen, kijken waar het schip strandt. Of je toch dat gaatje nog weet te vinden. Of Ziensberger maakt een foutje. Daar gaat Catley aan de binnenkant bij Grant. En daar komt Ajax ongelooflijk goed weg. En zo is de eerste kans naar rust. En een hele goede ook nog voor Arsenal. Via de Australische Steph Catley. Die ontsnapt aan de binnenkant bij Grant. Legt hem voor de linker. Probeert hem in de korte hoek in te draaien. Linkerkant, daar verschijnt nu Miedema. En spits moet mee. 1 tegen 1, ze kennen elkaar door en door. Miedema en spitsen. Ja, Miedema wint toch.
Ook nog langs Noordam. Miedema, maar het Karwei afmaken eigenhandig, dat zit er dus niet in. Negende minuut, tweede helft. Inlopen van Williamson, achterin altijd Raffaele, hier goed verdedigd. Door Leuchter, die zich wel laat voorbijlopen nu door de Braziliaanse Raffaele. En weer de paal, Cathley tegen Noordam aangeknald. Tweede keer al na rust dat Arsenal het aluminium treft. Naast Lize Kop. Miedema, Blackstenius, omdat door een mistast Kop. Geweldig. Uitstekend. Spelend in de top van Engeland. Zware, sterke competitie. Zou je misschien dit spelbeeld al vanaf de eerste seconde verwachten. Maar Ajax bood in de eerste helft ongelooflijk goed partij. En nu gaat hij op de stip, zegt Frida Nielsen. En zo is het 2-1 voor de thuisploeg. Twee keer de paal geraakt. En nu wel binnen via deze penalty. En Arsenal 2, Ajax 1. Miedema, Williamson, van heel ver en ook heel gevaarlijk, want zoveel scheelt het niet. Leuchter, Noordam, spitsen, linkerkant is voor Hoekstra. Kan terug naar spitsen, een actie kan ook, zeker als je hem zo maakt. En dan een kans, en nog een kans, en doelpunt of is het buitenspel? Wat is het? Het is een goal. Het is 2-2. Doelpunt van Leuchter. Met een serieuze lucht van buitenspel daaraan. 2-2, zegt goede actie van invaller Hoekstra. Hup, aan de buitenkant erlangs. Tot ziens, zegt zij tegen Maritz. De voorzet. Williamson krijgt hem niet weg. Daar, inderdaad, daar aan de kant van die actie, daar ligt iemand van Arsenal. Op de grond. Vrije trap van Mead. Oh, wat een vrijheid daar. Wat een vrijheid daar. En doelpunt. Nee, geen goal. Afgekeurd. Ja, staat daar dus niet voor niks zo vrij. Oh, maar het is wel twijfelachtig hoor, buitenspel of niet. Zij komt vanaf de 16 meter lijn zo'n beetje. Williamson verlengt en daar is Raffaele. Ja, toch met een kans. Ajax komt daar wederom goed weg. Hier verlengd door Williamson. En Raffaele loopt weg uit de rug van Leuchter. En het zit erop. Hier op Meadow Park in Boreham Wood. De eerste wedstrijd, tweede voorronde Champions League tussen Arsenal en Ajax. Eindigt in 2-2. Eerste helft Ajax, geweldig gespeeld. Meegedaan met Arsenal. Tweede helft, daarin werd het tempo opgeschroefd door de ploeg uit Londen. Met als resultaat kans na kans, twee keer de paal. De penalty benut door Kim Little. En uit een van de spaarzame tegenaanvallen van Ajax werd het zowaar 2-2 door de tweede treffer van Romee Leuchter. Ongelofelijke opsteker voor de ploeg van Suzanne Bakker dat het met een goed resultaat huiswaarts keert richting de return over 8 dagen op eigen veld. Want daar zag het in deze tweede helft toch niet echt naar uit dat een gelijkspel tot de mogelijkheden zou behoren. Maar die wordt wel heel mooi uit het vuur gesleept. Mooi resultaat voor de ploeg uit Amsterdam. Deze eerste wedstrijd. Een 2-2 gelijkspel op bezoek bij het Arsenal van onder andere Vivianne Miedema.